We zijn weer terug van Frankrijk. We gaan weer een nieuwe run doen. De 10 kilometer in Ulrum. Dit is onderdeel van de halve marathon van Lauwersoog. Dit ligt helemaal bovenin het puntje van Groningen. En wij gaan richting het dorpshuis om daar het startnummer op te halen. Ik zie jullie zo. Nou, we worden zelfs in de auto heen gebracht. En ja, wat wil je nog meer? Gemak na de vakantie is altijd prettig. Nou, we zijn aangekomen bij het dorpshuis. Het is hier al een klein feestje. Wij gaan nu even de startnummer ophalen. Goeiedag. Ik kom even mijn startnummer ophalen. Rossing. Rossing. Moeten we hier zijn? Hij komt eraan, het startnummer. Voor de 10. Voor de 10. We moeten even weer naar een ander mandje toe. Jan Rossing. Ja, dat ben ik. Kijk eens. Het startnummer is binnen, we gaan hem even bevestigen. Nou, het gaat beginnen. Ik ben bij de start. Iedereen staat er klaar voor. Ik ook. Kijk. Ik dacht al. Heerlijk. Zo na de vakantie. Zien hoe we het doen. Ja, nog 10 seconden. 3, 2, 1. Oké, en vertrokken zijn we. Allemaal succes. Heel veel plezier onderweg. En we gaan eens even kijken, dames en heren. Prachtig mooi gezicht. En Ronaldinho, jongen, daar was hij gisteren al. En dan kom ik toch weer als laatste weg. En Ronaldinho Sport, kom op, kerel. Jongen. Nou, wat is dezelfde die we al doen, hè?
kijk, dat is wat we nodig zijn. Het is op dit moment aardig warm, graadje of 25, 26. Voor Nederland is het heel warm. In Frankrijk zou het aanvoelen als 35 graden met deze temperaturen. Oh, lekker sponsje. Kijk zo, wangetjes weer schoon. Nou, heb ik hier nog even een lekker glaasje water. Daar word ik altijd zo gelukkig van. Heerlijk. Daar gaan we even van genieten. En dan kunnen we weer verder. Lekker man. Nou. Alweer? Ja, ja, ja. Ah! Oké. Dat is goed fris. Ik ga er snel vandoor hier, want ik ben helemaal nat gegooid. Joho!
Ja, even ultiem zwaar. Maar ja, er is niks aan te doen. Het trainen moet even weer beginnen natuurlijk. En dat duurt een paar weekjes voordat je weer op conditie bent. Want ja, gekneusde rib en aan rennen is ook geen pretje, kwam ik achter. Dat was in Westerlo. Zou ik meedoen met de Summer Run. En twee dagen daarvoor heb ik even op campingterrein en hultje hard gelopen. Nou, en ik verging van de pijn. Ja, dan moet je stoppen. En dan heb ik ook nog twee blaren op de voeten. Maar ja, afgeplaakt, doortrappen die bende. Dat heeft niks met conditie. Dat heeft met kracht te maken. Het is trouwens dat ik de komende tijd eventjes een video uitbreng om de twee weken. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe Travel Channel wat geopend is. Daar gaat ook gigantisch veel tijd in zitten. En ik ben daar even een paar weekendjes voor nodig om dat een beetje mooier de rit te krijgen. Dan weten jullie daarvan. Nou, hartslagje 164. Ik moet hem zomaar weer aantrappen. En dan hebben we nog 2/3 te gaan. Echt pittig, joh. En dat over platte grond. Maar ja, het is de derde keer dat ik weer ren na de vakantie. Dus de derde keer na 6 weken niksen. En ik had de eerste keer 5 kilometer. Die ging al pittig. De tweede keer, denk 9 kilometer. Ik kon de 10 net niet halen. Ja, moeten we nou de 10 maar doen? Nou jongens, wij spreken ons bij de volgende gegarandeerde pitstop wel weer. Yo! Done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me.
Yes. Yes, weer een waterpostje. Ah, weer een genot. Ik kan het zo gebruiken, hè, dit keer. Oh, ik zweet me helemaal kapot. En, maar hoor ik, tot mijn grote verbazing, dat mijn headcam uitvalt. Ben ik even blij dat ik mijn selfie stick net beet had. Oh, wat een run weer. Ik kon geen accu meer nemen. Ik was die kabels vergeten. Ja, dat is natuurlijk zeer vervelend. Maar, nou denken wij bijna overal aan. En eens even kijken wat hebben wij hier. Een extra accu. Dus, we pluggen hem even uit. Het is even niet anders. Het zal geen uurtje meer worden voordat ik over de finish kom. De volgende gooien we erin. Het zweet vegen we nog even van de kop. Nou, en dan kan die weer aan. Zo, daar gaan we weer. En hopen dat hij het nu tot aan de finish uithoudt. Ik denk dat het iets met de warmte te maken heeft. Vandaar dat ik ook een beetje last heb. Succes weer. Dankjewel, hè. Oh, sorry. En daar gaan we weer. Joho! Take me however you like.
gonna do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way. Ja, het is nu tijd om echt even een stukje te gaan lopen. Een hartslagje van boven de 180, dat is niet gewenst. Dus we doen nog even een klein stukje Rosso's Walking Channel. En hoop ik dat de GoPro Hero 10 deze iets langere aflevering dan een uur gaat volhouden. Want dat is mijn hoofdcam. En anders moeten we gewoon overswitchen op de Hero 9. Heb je wel een iets wijder, ja, zicht, iets wijder beeld, maar de resolutie is iets lager. De puntjes op het beeld voor de leken, die zijn iets minder fijn, maar iets grover. Maar ik ga even een stukje lopen, totdat mijn hartslag weer een beetje rond de 140, 130 zit. Dan weten jullie dat even. Welkom bij Rosso's Walking Channel. Keep it locked till we don't.
Nou, volgens mij houdt alles ermee op. Niet alleen mijn hart en mijn spieren, maar zelfs alle GoPro's. Want ik moest ook even weer de Hero 9 repareren. Ze zullen wel zwaar gehad hebben op vakantie. Ik denk dat dat het is. Nou, ik wou in ieder geval zeggen, het is nog 2,5 kilometer. Moet te doen zijn. Ik zie het kerkje alweer. In mijn ooghoek. Nou, daar begonnen wij vlakbij. En ja, wat ik al zei, ik dacht dat het een graadje of 25 was. Maar volgens mijn horloge zat het nu al op 28 graden. Nou, best warm. En daar kunnen die mooie camera's ook niet zo goed tegen. Nou, ik heb mijn rust even weer gehad. We gaan proberen die laatste 2,5 kilometer eruit te timmeren. En anders dan stop ik nog even bij de 8,5-9. Maar wij gaan dit varkentje wel even wassen. Dan met wat meer moeite dan alle vorige runs bij elkaar. Maar wat ik zeg, na flink trainen moet dat wel weer goed komen. En moet ik er wel weer bovenop komen. Nou jongens, geniet nog maar even mee. Van het laatste stuk. En vergeet niet eventjes subscriben, liken, druk op het belletje. Ga even naar de beschrijving. Klik even op Rosso's Travel Channel. En doe daar hetzelfde. Subscribe, like, belletje. Maakt mij ook zo gelukkig. Nou, wij gaan weer.
En toen gebeurde het, wat ik al zei. Bah, wat een dag jongens. Het zit hier niet mee op ons prachtig mooie renkanaaltje. Ik zal ook wel laatstes worden. Denk het. Denk het. Maar het is tijd om camerawissel te gaan doen. De Hero 10 houdt het niet vol. Hij wordt te warm. Batterijen gaan niet goed. Dus voor de laatste 2 kilometer moeten we helaas de Hero 9 gebruiken. Zo. Hoe gaan we dit doen? Nou, Hero 10, tot ziens. In de zak ermee. Dan moet ik mijn Hero 9 camera, die moet ik op mijn hoofd gaan binden. En ik zie ook al dat we Ulrum alweer bereikt hebben. Dat is dan weer mooi. Zo. Het ziet er allemaal wat onprofessioneel uit. En ik zweet me ook helemaal het naadje. Maar dat krijg je altijd als je stopt met rennen. Oh. Ja. Daar moet straks wel even wat lekkers in. Dat weet ik wel zeker. Zo. Nou, dan kan de selfie-stick, die kan weg. Ho. Valt je de bril ook nog op de grond. Wat een dag. Wat een dag. Op Rosso's Running Channel. Dit is geen goed begin van het nieuwe jaar. Of van het nieuwe jaar. Sinds mijn vakantie natuurlijk. Nou, we gaan eens even kijken hoor. Schroef, schroef. Techniek, techniek. En zien of de Hero 9 het 2 kilometertjes volhoudt. Want we willen natuurlijk wel even die finish over. Al is het met een pace van 7 tot 8. Of wat het zou mogen zijn. In ieder geval niet echt hard. Zo. Dit gaat even allemaal weg. Nou jongens. Nog eventjes goed vastdraaien. Dan zullen jullie niet veel meer van mij gaan zien de komende 2 kilometer. Oh, er komen nog allemaal mensen achter mij aan. Ik ben niet laatste. Maar wat ik zeg. Jullie zullen niet veel van mij gaan zien de komende 2 kilometer. Dus de komende 12 minuten. Sommigen vinden dat leuk. Dus geniet er dan van. Ja, en sommigen vinden het jammer. Sorry, maar ik zal nog even een mooi nawoordje voor jullie maken. Wij gaan verder. Maar anders wordt het helemaal de snelheid van niks. Ik doe de camera op. En geniet maar even verder mee. Met deze heerlijk mislukte video. Hij zit en go!
Dan maar even zo. Nou, kilometertje nog. Stel eigenlijk niks voor. Maar ja, in deze conditie stel dat gigantisch veel voor. Ik weet nog, 2 jaar geleden, toen ik begon met hardlopen, ik kon nog niet eens een kilometer volhouden. Dus ja, wat dat betreft, toen was het echt na een kwartiertje zwalken. Kotsend tegen een boompje omhoog. Ja. Maar ja, zo is ieder begin. Heel erg moeilijk. Maar wij gaan nog. We hebben nog een paar honderd meter te gaan. Even kijken hoeveel het is. Jullie zien het al wel. Ja, nog. Nog 850 meter. En dan zijn we er. Maar wel heel wat support aan de kant. Dat is altijd mooi. Volgens mij hebben ze hier in Ulrum ook een of andere feestweek. Ik denk het. En ik hoor de presentator alweer door de luidsprekers heen tetteren. Dankjewel! En dat betekent dat wij ook flink in de buurt zijn. Nou jongens. Daar gaat hij.
het laatste stukje. En dan ben ik echt helemaal gesloopt. Dan gaan we naar de afsluiting. En dan drink ik met één slok dat speciaal biertje leeg. Ah, laten we dat maar niet doen. Maar ik heb wel even wat meer vocht dan één speciaal biertje nodig. Wij spreken elkaar over nog geen 6 minuten. Nog geen 5 minuten, denk ik. Ik denk dat het nog maar heel kort is. Hè? Het is hier net de wandelvierdaagse. Nou, wij gaan weer. We moeten natuurlijk wel even spetterend die finish over. Dat is belangrijk voor de foto. Dankjewel, dankjewel. Nou, we hebben de camera weer op. En dan gaan we voor het laatste stukje. Nog 700 meter, jongens. En go. You left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Sympathieke dame. Ze heeft net een bergmarathon gelopen in Zwitserland. Marathon in binnen de 4 uur. En nu doet ze heel soepel, heel soepel hier naar de kant. Dank u wel. Geef de dat was hem. Nu. We gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem dan. De eerste en per direct ook de zwaarste run van de vakantie. 27 graden, 10 kilometer
na 2 kilometer al rond een hartslagje van 180 zitten is niet best. Dit heeft er mede mee te maken dat ik een gekneusde rib had, 6 weken lang niet gerend heb. Deze run die stond al, dus ik zou hem al gaan doen. Ik heb ook lekker op terrasjes gezeten en ik heb stiekem sigaartjes gerookt. Dat had ik niet moeten doen. Ja, nou moeten we het helemaal weer opbouwen. Daar is allemaal niks aan te doen. Maar ik ga flink trainen de komende tijd. En volgende week, wat ik ook al zei tijdens de run zelf. Volgende week is er even geen run. Ik heb namelijk ook een nieuw kanaal, Rosso's Travel Channel. De link staat hier beneden in de beschrijving. En daar ben ik ook al dagenlang ben ik daar nu mee bezig aan het editen. Ja, en editen gaat niet vanzelf. Dan ben je met een aflevering van een kwartiertje, ben je wel 2-3 dagen minimaal zoet. En dan heb je hem nog maar rauw afgewerkt. Dus dat is even niet anders. Het is even 1 weekje ertussenuit. Maar dan kan ik wel even flink trainen. En dan gaan we die week daarop gaan we weer verder. Welke run weet ik nog niet precies welke we gaan doen. Maar daar kom ik zo snel mogelijk wel op terug. Vergeet even niet eventjes subscriben. Liken. En druk even op het belletje. Daar doe je mij een hele grote dienst mee. Doe dat ook even bij de link in de beschrijving, Rosso's Travel Channel. Doe even een like, even een belletje en even een subscribe. En wij zien elkaar over 2 weken weer. Wij gaan nu even genieten van een heerlijk pilsje. We hebben de Triple Lafort hebben we bij ons. Dit is een Belgisch biertje. Die heb ik meegenomen uit België. En dit moet een heerlijk zwaar biertje zijn. Ja, tuurlijk, 9%. Toen maar weer. Heb ik weer niet op gelet natuurlijk. Hij mag 6 graden koud zijn, maar ik heb het ijspakket erbij ingegooid. Dus eens even kijken of deze gaat ploppen. Nee, het zit niet meer mee. Niet zoals vorig jaar het altijd mee heeft gezeten. Wij gaan hier dit heerlijke pilsje opsappelen. Wij zien elkaar over 2 weken weer. Ga jullie even abonneren op Rosso's Travel Channel. Er zijn al 2 afleveringen uitgekomen. 1 in Westerlo en er is ook 1 uitgekomen van Rock Werchter van het festival. En elke vrijdagavond om 7 uur komt er een nieuwe online. Nou, Rosso's Running Channel zegt, jongens, tot over 2 weken. Geniet van het weekend, geniet van het leven. En tot de volgende keer.